Het is een hele spannende periode, denk ik, de try-outs van de nieuwe musical. Ja, zeker een spannende periode, want we hebben weer maanden met z'n allen gewerkt aan de muziek, het licht, het geluid, het decor, allemaal losse disciplines. En in die montage- en try-out periode komt alles samen. En buiten dat zie je voor het eerst publiek natuurlijk ook in de zaal zitten sinds een paar voorstellingen. Dus het is altijd spannend wat die daar dan weer van vinden. Hoe zijn de reacties? Die zijn heel goed, heel positief. Ja, ik hoor echt mensen die veel gelachen hebben, maar die ook echt geraakt zijn. Want het gaat natuurlijk over de 7 levensfasen van iemand. En dat zijn fases die heel veel van ons doormaken, misschien wel iedereen. En daar zitten ook minder leuke dingen, er zitten ook verdrietige momenten in. En ik vind die zo mooi gebracht nu in het theater, dat raakt mensen. Maar raakt mij ook nog steeds, merk ik. Wat is jouw rol precies? Want jij staat niet op de planken. Nee, ik schrijf de muziek voor Caro en produceer de muziek. Het verschil met de andere jaren is dat deze voorstelling er wordt niet in gesproken. Dus het wordt helemaal in muziek ook verteld. Dat betekent dat er veel meer muziek in deze voorstelling zit dan er in de afgelopen jaren in de musicals zat. En we hebben hier een combinatie gemaakt van nieuwe muziek, maar ook bestaande Efteling muziek. En dus het is niet alleen schrijven, het is ook variaties maken op bestaande Efteling muziek, dat opnieuw opnemen, mixen, produceren. Dus ik ben eigenlijk verantwoordelijk voor de muziek van de voorstelling. Het is een productie voor de Efteling, Brabant. Is dat nog bijzonder voor je, want jij bent een Brabander? Ik ben een Brabander, ik kom uit Tilburg. Tilburg-Noord altijd gewoond, dus 10 minuutjes hier vandaan. Dus dat blijft bijzonder. Ik woon nu al een aantal jaren in Kaatsheuvel, toevallig aan de overkant. Mijn studio is hier aan de overkant van de Efteling. En dat blijft natuurlijk bijzonder. Want het is, als je hier uit de buurt komt, of in mijn geval een grote liefhebber bent, en je mag dan sinds 1999 muziek schrijven voor de Efteling. Ja, dat gaat voor mij nooit wennen. Dat blijft altijd bijzonder. En je komt ook in ieder geval niet te laat op je werk. Ik kom niet gauw te laat. Nee, het is 2 minuten fietsen en dan red ik meestal net op tijd. Ja, dat gaat goed.